Preeman, een hele bizarre avond. Je verliest met 5-3 van FC Os. Wat zijn je gevoelens op dit moment? Ja, dat is heel lastig te omschrijven. Ongeloof eigenlijk dat dat gebeurt, dat wij 5 doelpunten tegenkrijgen. Naïef? Ik denk in sommige fases is het heel erg slecht wat we gedaan hebben verdedigend. En dat ging voorgaande wedstrijden. Hadden we dat zo goed als uit. Een paar momentjes waren er nog in. Alleen vanavond was het weer in vol ornaat was het weer terug. Ja, hele domme fouten. Daar kun je als trainer ook niet tegenaan coachen. Nee, maar goed, als groep zijn kun je zo de wedstrijden dus niet winnen. Als je ziet hoeveel druk we toch gezet hebben daarin, wat we geprobeerd hebben daarin. Ja, dat is bijna onmogelijk dan om die wedstrijden te gaan winnen. 5 tegengoals, ja, is gewoon heel erg veel. Je maakt er toch nog een hele spannende wedstrijd van in de slotfase. Het publiek blijft 90 minuten achter staan. Dat is eigenlijk ook iets ongelooflijks, hè, dat hier gebeurt. Ja, op een gegeven moment, het werd natuurlijk stil. En dat snap ik ook, zeker in de eerste helft. Je komt achter 3-1, dan komt die 4-1 er nog wel overheen, zeg maar. Ja, en dan gebeurt er wel wat in de groep zelf. En daar helpen de supporters in. En opeens komt er een wisselwerking en je komt terug naar 3-4. En op dat moment had ik het gevoel wel dat we gelijk konden maken. En uiteindelijk gebeurt dat dus niet. Heb je nog steeds het gevoel dat je het weer op de rit krijgt? Ja, alleen die fouten zullen eruit moeten. Het is niet zo op een gegeven moment van dat ze niks doen of niks willen of dat de chemie weg is. Alleen als we zulke fouten blijven maken, dan blijven deze wedstrijden spelen. Dus dat moet eruit. Probeert wat de trainers proberen, wat wij willen. Ja, het is maar vechten tegen onszelf. En we komen maar geen stap verder. Zou een andere trainer een frisse wind dan helpen? Zo begon niet weten. Daar wil ik ook niet, wil ik me niet over uitlaten. Dat moet van bovenaf komen. Als zij denken van de trainer die moet weggaan, dan is dat aan hun. Wat jullie betreft niet? Nee, voor mij niet. In ieder geval. Wij willen het samen gaan afmaken. Wat we hebben opgebouwd, daar zijn we ook vorig jaar al mee begonnen. En daar hoort deze trainer en deze trainerstaf ook bij. Ja goed, mijn gedachte is op een gegeven moment van als de chemie weg is, moet je ingrijpen. Dat sowieso. En verder, ja goed, ik wacht. Ik wacht er zover van. Ik wacht er niet op, maar ik ga gewoon door. Vindt u de chemie nog volgens jou voldoende? Ja, nou ja goed, ze luisteren, ze willen. Ja, ze denken niet.